Hier ben ik geboren en getogen. Dit is mijn thuis. En we zijn vandaag heerlijk bezig fietsen met mensen uit België, Limburg, uit Groningen, uit heel Nederland eigenlijk. Fietsen verbroedert, dat kun je samen doen. En nu gaan we lekker even douchen en eten en dan gaan we samen de spannende toeretappen bekijken met z'n allen. Herman Snoeing is ook hier. We gaan met z'n tweeën commentaar geven over de wedstrijd. Herman is de man die kan zeggen dat hij de meeste amateurwedstrijden heeft gewonnen in zijn leven van heel Nederland in de historie. Dus dat was heel bijzonder toch? Ja, dat is een meneer in Brabant, die houdt dat allemaal precies bij als het gaat om het aantal overwinningen. En daar sta ik inderdaad in Nederland bovenaan van alle categorieën. Met 365 zegers, ja. Ja, ik heb een ochtendje op kop gefietst. Ik zat bij Henny in de groep en wij hadden, ik denk, toch wel 50, 60 mensen achter ons fietsen. Dat was een behoorlijk pelotonnetje. En dat was één van de twee groepen nog maar. Hè. Henny noemt het fietsen verbroedert. Is dat ook hier wat je hier merkt? Ja, je treft hier... ik had vorige week nog een reunie van mijn school waar ik vroeger gewerkt heb, 100 jaar bestaan. Dat is natuurlijk leuk, waarbij je allerlei mensen, leerlingen treft die je in de klas hebt gehad, die je soms niet eens meer herkent. Wel de naam, maar... En dit is ook zoiets. Je komt hier mensen tegen, zelfs uit België, waar je normaal gesproken niet tegenaan loopt natuurlijk. En waar je nu mee te spreken komt. Bijvoorbeeld Huub Harings zat ik juist mee te spreken uit Limburg, de oud-kampioen van Nederland veldrijden. Dit is natuurlijk een fantastisch initiatief wat hier in stand wordt gehouden en eigenlijk nog steeds verbeterd wordt. Een museum van onze nationale trots en natuurlijk onze Twentse trots, Henny Kuiper, een van de beste wielrenners van de wereld. Die bijna alle grote monumenten heeft gewonnen natuurlijk. De Tour had ik mijn hart aan verpand. Het is een prachtig evenement. De Tour is een fenomeen, dat is echt, daar gebeurt zoveel. En daar deelgenoot van te zijn, dat is heel bijzonder. Soms was ik leider voorwerp. En leiden met een lange eind. En ook, ik heb mensen ook geleid om ze rond te leiden. Maar het was allemaal zeker de moeite waard.